Blij dat ik hier mag zijn. Fijn dat u er bent. Ik ontmoette 10 minuten geleden twee vriendinnen uit Den Haag. Ik woonde in de Vreeswijkstraat in de Zuiderparkbuurt. En hoe oud je ook wordt, je komt altijd wel iemand tegen die zegt: zeg, weet je nog dat toen jij 5 was je op die step reed en toen die tanden door je bovenlip hebt gevallen en dat soort wetenswaardigheden. En dat zijn Kokkie en Emmy, twee vriendinnen die daar zitten. Zussen! Dan heb ik, dan heb ik alleen Kokkie onthouden. Die is van mijn leeftijd. Ja, dat is van de leeftijd van Anneke. Oh ja, mevrouw is van de leeftijd. Emmy is van de leeftijd van mijn zusje, Anneke. En Kokkie is van mijn leeftijd. En we hadden het over de Vreeswijkstraat. En over de strenge winter van 1944. En dat heb ik tot nu toe met niemand kunnen verifiëren. In mijn herinnering was het zo'n strenge winter dat we iglo's bouwden, sneeuwhutten in de straat. Die maanden bleven staan ook. Die hebben er heel lang gestaan. En mijn vader reed in een jeep en mochten alle kinderen uit die straat mee. En als je ging sleeën, dan bonden ze die sleetjes aan elkaar vast. En achter een auto kon dat nog. En dan heel voorzichtig rijden en in de buitenspiegel kijken. Ongelooflijk. Daarom wil ik eerst iets voorlezen voor de beide zussen, Kokkie en Emmy. En dat is iets over mijn moeder. En mijn moeder heette Annie. En zij overleed. Dat was al in 1999. Maar ik heb het nu even van de plak gepakt daar. En ik wil iets voorlezen voor Kokkie en Emmy. Omdat mijn moeder ook een zondagsdichteres was. En ik was helemaal niet van plan om over haar dood en leven te schrijven. Maar ik kon er niet mee verder leven voordat ik het had opgeschreven. Dat komt vaker voor. Adriaan van Dis heeft het ook. Hugo Borst met zijn moeder. We zijn sentimentele kleine jongens gebleven allemaal. En mijn moeder schreef ook gedichten. En ik vond het zo leuk om in dit boekje dan een paar van haar zondagsgedichten op te nemen. Ik zal er 2 voorlezen. De bomen in mijn tuin zijn oud. Seringeboom zo krom gebogen, alsof in kruin verborgen ogen omlaag zien of zijn voet nog houdt. Toch heeft hij elke lente kracht zich in het licht groen uit te dossen, maar er ontbreken paarse trossen door iedereen van hem verwacht. De tuinman komt en zegt bedaard: als sierstruik is hij niks meer waard, dat kan niet langer meer. De boom heeft geen verweer. Wanneer de storm komt in die nacht, buigt hij zich voor de overmacht, legt zich gelaten neer. Mijn moeder had al haar leven lang een euthanasiepaspoort in haar tasje. En een stukje wat ik je nog wil voorlezen is de derde dag dat ze op een verzorgingshuis zit in de Willende Zwijgerlaan, bij de Staffelaan daar. En ik ben daar een beetje aan het inrichten. En ze is al een beetje in de war. Annie rommelt in de bovenste lade van haar commode. Wat zoek je? Vraag ik vanaf het balkon, waar ik een pot met een aardbeienplant aan de muur poog te pluggen. Ik had toch zo'n mooie grote naaidoos? Vraagt ze. Waar heb je die dan voor nodig gehad? Ik moet toch af en toe een knoop kunnen aanzetten? Wel nee meid, dat hoeft allemaal niet meer te doen, de meisjes toch hier? Ja, maar ik laat jou toch zeker niet zonder knopen aan je jasje lopen, hè? Dat is waar, zeg ik. Weet je wat? Ik zal voor de zekerheid een klosje garen voor je halen. Op de laan. En een paar naalden. Ga jij dan even heerlijk in de zon zitten? Wil je verse aardbei? Nee, niet plukken. Laat hangen voor de vogels. Naald en draad. Op de 1,5 kilometer lange Frederik Hendriklaan met zijn 158 winkels en speciaalzaken is nergens naald en draad te krijgen. Ik vraag het aan een dame die zo op het oog nog zelf versteld moet hebben. En zij raadt mij het Sorbo-hoekje aan bij Albert Heijn. In het gezellige Sorbo-hoekje
hebben ze wel klosjes naaigaren in wit en zwart, maar geen naalden. Niemand weet raad. Een zoveelste dame herinnert zich dat er schuin aan de overkant 50 jaar lang een manufacturenzaak heeft gezeten. Heerlijke winkel. Die had nou echt wat je noemt van alles, maar hoe ze heette die winkel, dat is ze vergeten. Nu is het een videotheek, kijkt u maar. Het is voor mijn moeder, verklaart mijn nader. Ach jeetje, nee, het spijt haar vreselijk. Zij zou werkelijk niet weten waar je hier tegenwoordig nog een losse naald kunt kopen. Maar ik heb er thuis wel 100. Dus als u even met me mee wilt lopen. Na 50 meter neem ik de boodschappentas van haar over. En 100 meter verder weet ik dat haar man tandarts is, maar al 37 jaar dood. We houden halt voor een schitterend herenhuis in de Antonie Heinsiusstraat. Het duurt even voordat ze de goede sleutel heeft gevonden. Binnen is het allerkeurigst en ruikt het naar 4711 en 1956. In de paraplubak staan twee bergwandelstokken met van die koperen plaatsnaambordjes erop. Grote woonkamer met gordijnen van de ploeg, stoelen van Gispen en het hertje van Vermegeren. Haar kinderen wonen allemaal in Zoetermeer, vertelt de mevrouw trots, dus vroeg of laat zal zij hier weg moeten. Maar dit lijkt me nou een leuke, gelijkwaardige vriendin voor Annie. Dus vertel ik haar dat mijn moeder in zo'n prachtig verzorgingshuis woont, dat ze er nu, na 3 dagen, al nooit meer weg wil. Zal ik zo meteen even informeren of daar binnenkort misschien een kamer vrij komt? Dan ga ik nu weer snel terug, want ik wil u niet langer ophouden. Oh, maar u houdt me helemaal niet op hoor, zegt ze verwonderd. Ik vind het juist heel gezellig dat u zo ineens langskomt. Nu goed oppassen. Mooi schilderij heeft u hier, zeg ik met een gekrulde onderlip van bewondering. Mooi hoor. Maar als u het niet vervelend vindt, zou u dan nu even naar een naalden willen kijken? Ze heft afwerend haar verzorgde handen. Oh, maar ik heb al zoveel naalden, zegt ze. Ik voel ons gesprek ontsporen. Nou, daarom was het zo aardig van u dat u een paar aan mijn moeder wilt lenen, help ik haar terug op de rails. Totdat ik ergens een winkel heb gevonden waar ze ze nog hebben, hè, naalden. Mijn gastvrouw is oprecht verbaasd. Die heeft u toch zeker zelf wel? Vraagt ze. Was het maar waar, zeg ik, dan zat ik hier niet. Maar u bent toch verkoper? Nee hoor. Wat komt u hier dan doen? Mijn rug wordt nat. Ik mocht even met u meelopen omdat u misschien een paar naalden voor mijn moeder had, zeg ik blij. Och, 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 oh, dat is waar ook. Nee, nee, ik dacht dat u zo'n garen- en bandman was. Met veters en zeep en haarspelden hadden die en lucifers en veiligheidsspelden en naalden. En keukentrekst. Nee, nou ja, dat was vroeger. Dat was vroeger, zeg ik. En weet u nog, de pindamannen op de Haagse Grote Markt? Maar die hadden geen naalden, hè? Nu plakt mijn hand ook aan de borstkant. Eens even goed nadenken, hoor, zegt zij. Naalden, naalden. Waar had ik ook alweer mijn naalden? Vanavond zal haar oudste zoon bellen uit Zoetermeer. En zij zal vertellen dat er een meneer op bezoek is geweest om naalden te lenen. En die zoon zal vragen of ze soms zo dom is geweest om die kerel haar pincode te geven. En zij zal antwoorden dat ze dacht van niet. En haar zoon zal mij vervloeken en in zijn auto springen en zich op de laan van Nieuw-Oost-Indië tegen een buk te pletten rijden. Ach, lieverd nou toch, zegt mijn moeder een half uur later. Wat moet je arme moeder nou met 10 van die dure naalden? Dat kan ik toch niet meer zien. Dan vraag je de meisjes maar of ze de draad er voor je in doen, hoor, zeg ik grimmig. Ik heb ze niet voor niks gehaald. Je moest toch zo nodig naalden hebben? Ik, vraagt ze, ik, naalden? Er is een Amerikaanse dichter die ik heel erg bewonder. En ik denk me dat ik dit nu even voorlees, want dat sluit daar weer aan. En die dichter is Billy Collins. En die was poet laureate in Amerika. En die heeft gezegd, ja, door het onderwijs wordt de kinderen het lezen van
poëzie nou niet bepaald als aantrekkelijk voorgesteld. Dus ze moeten op al die scholen en ook op de lagere de dag beginnen met een gedicht. Of door de geluidsinstallatie, of de meester of juffrouw leert dit voor. Dan kun je iemand terugtrekken in de poëzie. Hij is ervan overtuigd dat op iedere potentiële poëzielezer er eentje is die door één gedicht wordt binnengetrokken in de poëzie en begrijpt wat het is. Vergeetachtigheid. In deze omgeving. Heel goed. Aansluiting bij mijn moeder. De naam van de schrijver ontschiet je als eerste. Gehoorzaam gevolgd door de titel, de inhoud, de hartverscheurende afloop, de hele roman, pardoes, een boek dat je nooit hebt gelezen, je zelfs onbekend is. Het is alsof, beetje voor beetje, alle gekoesterde herinneringen hebben besloten te gaan wonen op het zuidelijk halfrond van je brein, in een vissersdorpje, waar ze geen telefoon hebben. Allang geleden kuste je de namen van de negen muzen vaarwel en zag je de vierkantsvergelijking haar biezen pakken. En zelfs nu je de rangorde der planeten tracht op te roepen, is er iets anders wat je ontglipt. Een beschermde bloemsoort wellicht, het adres van een oom, de hoofdstad van Paraguay. Wat je ook wanhopig tracht terug te halen, het ligt niet langer op het puntje van je tong. En schuilt zelfs niet in de duistere alkoof van je neerslachtigheid. Het ging kopje onder, in een zwarte, mythische rivier, waarvan de naam begon met een L. Voor zover je nog bij staat. Want jij bent op weg naar diezelfde vergetelheid waar je zult horen bij hen die zelfs niet meer weten hoe te zwemmen of te fietsen. Begrijpelijk dat je midden in de nacht je bed verlaat om de datum te zoeken van die beruchte veldslag in dat ene oorlogsboek. En geen wonder dat de maan in het raam lijkt weggedreven uit een liefdesgedicht dat je uit je hoofd kon opzeggen. Nog eentje van Billy Collins, omdat ik hem zo verschrikkelijk goed vind. Ik heb tussen die gedichten door, ik heb er 26 vertaald en daartussendoor geschreven waarom ik ze zo waardeer. De geestverschijning. Hij heeft gezegd, in inleiding, dit gedicht, het is bijna onmogelijk om zonder sentimentaliteit te schrijven over de dood van een huisdier. Dat is bijna onmogelijk. Maar ik wil het eens een keertje omdraaien en het toch proberen. En toen schreef hij dit gedicht. De geestverschijning. Ik ben de hond die jij liet inslapen. Zoals jullie de naald van de vergetelheid graag noemen. En ik kom terug om alleen nog dit te zeggen. Ik heb nooit van je gehouden. Voor mijn haartje. Wanneer ik je in je gezicht likte, dacht ik, zal ik zijn neus eraf bijten. Wanneer ik toekeek hoe jij jezelf droog wreef, wilde ik opspringen om je met één hap te ontmannen. Ik verfoeide de manier waarop jij je bewoog. Het totale gebrek aan dierlijke gratie, hoe je op een stoel ging zitten om te eten, servet op je schoot, mes in je hand. Ik had wel willen weglopen, maar ik was te zwak. Gehersenspoeld toen ik leerde zitten en aan de voet te blijven. En de diepste vernedering, handjes schudden zonder hand. Ik geef toe dat het zien van de riem mij kon opwinden, maar alleen omdat dit betekende dat ik dingen ging ruiken die jij nog nooit had aangeraakt. Je zult dit niet willen geloven, maar ik heb geen reden om te liegen. Ik haatte de auto, de rubberen speeltjes, je vrienden mocht ik ook al niet en je familie nog minder. Ik werd gek van die tinkelende hondenpenning. Je krabde mij stelselmatig op de verkeerde plek. Alles wat ik ooit van je nodig had waren brokken en fris water in mijn metalen drinkbak.
Wanneer jij sliep, zag ik je ademhalen, terwijl de maan aan de hemel klom. Dan kostte het mij ongelooflijke moeite om mijn kop niet in mijn nek te gooien en te janken. Maar nu ben ik verlost van die halsband, de gele regenjas, de trui met het monogram, de belachelijkheid van jullie gazonnetje. En dit is alles wat je over deze plaats mag weten. Dat iedereen hier kan lezen en schrijven. De honden poëzie, de poezen en alle anderen proza. Nee. Ik moet toch even vertellen wat mij is overkomen. En een tijdje terug. En daarom lees ik maar even een flink stukje voor uit Leven het Welwezen. Dat is een boek. Ik was het aan het maken. Ik wilde een boek maken over cartoons. En met cartoons bedoel ik niet de strips en de tegenwoordige tekeningen. Daar heb ik niks op tegen. Maar er is een tijd geweest, in die jaren tussen, laten we zeggen, 1930 en 1960, dat ik bij de kapper zat als jongen in de Vreeswijkstraat, kapper van Ommen. Heette die? Ja, van Ommen. En Groen daarnaast was de kruidenier. Groen. Die ging er vandoor met een van de meisjes van Ommen. En mevrouw Groen, die werd toen opgevangen door de andere drie winkelmeisjes. En dan in de pauze om 1:30 tot 2:30 liepen ze stijf gearmd naar huis toe. Een harde pas. En die man was weg. En die kwam terug en ze lieten hem niet meer in zijn eigen winkel. Ja, drama zo in zo'n straat. Als je maar goed kijkt. Maar daar zat je bij de kapper en dan zag je cartoons. En dat waren nou eigenlijk kleine schilderijtjes. De Amerikaanse cartoons zeker en de Engelse. Met veel zorgvuldigheid gedaan. En het rare is dat de cartoon als zodanig. We hebben meesters als Peter van Straten, Stefan van Wij. Allemaal goed, niks er tegen. Maar daarnaast is het heel stripmatig geworden. En dat verzorgde cartoonwerk, dat zie je eigenlijk niet meer. Dat is heel gek, vind ik. Dat je een boek moet halen, nou ja, hier is keuze zat en hier zou je ze wel tegenkomen nog in een of andere bloemlezing. Maar dat je songs, Sinatra nu 100 jaar dood, of nee, het zou 100 geworden zijn, sorry Frank. En oude films, Lauren Hardy en zo, dat is er allemaal nog wel. Maar een blad neemt nooit weer eens een oude lekkere cartoon op, dat is een beetje weggezakt. Dus ik dacht, ik ga een boek maken over mijn voorliefde voor cartoons, die ik met natte haartjes op mijn knipbeurt wachtend bij de kapper kon zien. Maar toen gebeurde er iets en toen is dat voornemen op losse schroeven gezet. En toen heb ik het moeten beperken tot een verhaal waarin cartoons voorkomen. Het begint zo. Laten we wel lezen. Al 5 jaar lang had ik last van abrupte plasdrang. En moest ik broeken met een rits in de gulp. Want droeg ik een broek zonder ritsgulp, dan plaste ik stevast een knoop of 2 te vroeg. Staan dansen om het op te houden hielp niet meer. Maar er viel mee te leven, want voor de rest mankeerde ik vrijwel nooit iets. Kijk, doorgaan. Ik was in Frankrijk met onze familie, ik sta een paar dingetjes over. Mijn zoon Casper, mijn dochter Kim, mijn kleinkinderen Roman en Kay. Jacob, Lisa, met z'n tienen, heerlijke dag. En ik was jarig in Frankrijk. En we zaten allemaal buiten en ik verklaarde hardop dat ik me nog nooit zo gezond en gelukkig had gevoeld. En dat was echt zo. Ik voelde me fantastisch. De volgende dag vertrok onze familie, maar ik had heel hard gewerkt. Ik had heel wat kranige arbeid verricht. Ik zou uren in de schaduw moeten zitten lezen. Daar is zo'n tweede huisje tenslotte voor bedoeld. Maar ik ben hier te onrustig voor, zolang het gras te lang is en de houtvoorraad nog niet op winterpeil. De keukenkraan lekt, de stopverf barstte in de raamsponningen nog niet zijn dichtgeplamuurd. Het plafond van de woonkamer moet worden gewit, de schoorsteen geveegd en daarna het plafond van de woonkamer opnieuw gewit. De muurgaten en dakspleten niet zijn onderzocht op wespennesten enzovoort. Het gaat 2 bladzijden door. De volgende dag vertrok onze familie.
Want in Nederland gingen de scholen alweer bijna beginnen. Mijn vrouw en ik zouden nog een dag of 10 hier blijven. Ik zwom iedere dag mijn vaste kwartiertje in het riviertje, maar begon al na een paar schoolslagen van die rare, zware armen en schouders te krijgen. Maar ik dacht, dat is van het knutselen en het zagen en het doen. Dus gestopt met zwemmen, maar de borstpijn bleef zeuren. En nog iets nieuws, lopend van het huis naar de schuur moest ik regelmatig halt houden om op adem te komen thuis. Natuurlijk niks zeggen, sterke aandrang om een paar maal per dag in het geniep te gaan liggen slapen. Dit nog nooit eerder meegemaakt. Huisarts gebeld, gevraagd of ik maandag 25 augustus even 5 minuten bij hem zou kunnen komen. Afgesproken 10 uur 's ochtends. We vingen onze terugtocht aan op de vrijdagmiddag hieraan voorafgaand. Het autorijden viel mee. In zittende positie had ik nauwelijks pijn en we reden om beurten, 2 keer overnacht. Maar als ik s'avonds voor het hotel onze 2 weekendtassen uit de auto tilde, moest ik ze onderweg naar de kamer 4 à 5 keer neerzetten. Tegen 3 uur naar bed, wekker op 7 uur gezet, want ik wilde mijn 2 kleinkinderen verrassen. Al tot nu of 3 als een bezetene gegraven in de opgehoopte kubieke meter postkranten en bladen. Na deze nerveuze hazenslaap schoot ik haastig dezelfde kleren aan die ik 4 uur terug had uitgetrokken, zette ondersteboven een gekke zonnebril op, trok de loze shoebag uit mijn reistas als een kaboutermuts over mijn hoofd en stak met een liter pot Franse pindakaas, waar broer van 10 en zus van 6 zo gek op zijn, de nog slapende straat over. Gedurende dit kippeneindje, ze wonen vlakbij, moest ik 5 keer stoppen en al mijn kracht en adem bij elkaar schrapen om verder te kunnen lopen, maar ik hield de omgekeerde bril en de kaboutermuts dapper op, ondanks de verbaasd gapende passagiers van de passerende tramlijn 16, en tikte tenslotte met de pot pindakaas op het raam van de benedenwoning 10 tellen. Dan wordt het gordijn opzij gerukt en daar staat mijn kleindochter in haar wilde dierenpyjama. Dat wil zeggen de broek. Het bovenhemd is bedrukt met kabouters, dus dat kwam goed uit. Ik zie hoe zij om mijn verschijning moet lachen, maar dat ze besluit geen krimp te geven. Het is de leukste en enig juiste manier van reageren. Zo'n ridicule voorkomen, heel normaal vinden en zogenaamd niets bijzonders aan mij zien. Maar ze kan zich niet goed houden. En jawel hoor, de glimlach van een kind. Laten we wel wezen, daar doe je het allemaal voor. Kwartiertje later ga ik met mijn dochter en haar beide kinderen te voet op weg naar school. Zij ratelen geestdriftig over nieuwe juffen, meesters en klasgenootjes. Ik kan ze amper bijhouden en hap binnensmonds naar lucht, maar hoef er gelukkig weinig tussendoor te zeggen, want lopend praten gaat uiterst moeizaam en ze mogen natuurlijk niks merken, maar niks aan de hand, want over 1,5 uur zit ik veilig bij mijn huisarts. Kijk eens aan, daar zijn hun nieuwe klaslokalen. Eentje op de eerste verdieping, om geen argwaan te wekken, kreun ik overdreven hard en trek ik mij komisch ouwelijk aan de leuning omhoog. Maar dat was de situatie. En eentje op de begane grond. Het is warm. Veel geschreeuw, weinig wol, dolle pret. We nemen voor een hele dag afscheid van ze en hun moeder en ik lopen weer naar buiten. Daar tolt en golft het. Ik probeer met de wandeling naar huis voor de geest te halen en zie halverwege dat aantrekkelijke uitblaasbankje staan. Dan kan mijn vrouw mij naar de afspraak met de dokter rijden, ja, naar de andere hand aan. Maar wanneer ook het schoolgebouw vervaarlijk begint over te hellen, beken ik Kim dat ik mij een beetje slapjes voel, maar dat ze gerust naar haar werk kan gaan. Ze moet filmen. Ga maar joh. Een kleine stukje terug kan ik best in een eentje lopen. Ze kijkt mij aan, haar mond zakt open, ze trekt haar hoofd geschrokken terug en roept, man! Man, jezus, je ziet helemaal grijs. Op deze speelplaats staat een betonnen pingpongtafel en daar moet ik gewoon een uurtje op gaan liggen, denk ik hunkerend. Met netjes opgetrokken knieën, boven het netje in het midden, moet kunnen. Het nieuwe lokale zit aan de achterkant van het gebouw, dus mijn kleinkinderen zullen me godzijdank niet zo zien. Wel hollen links en rechts nog wat plukjes verlaten leerlingen langs met afkeurend naar mij kijkende vaders en moeders die ze om 8:30 's ochtends al aangeschoten zijn. Geef je mobieltje, sist mijn dochter panisch hees. Ze houdt mij onder mijn oksels overeind. Veilig gevoel. Zo tilde mijn moeder mij vroeger uit de wasstijl op het balkon. Heb ik niet bij me, heb ik niet bij me, pers ik eruit. Zij ook niet. De bijzonder aardige acteur Tijn Dokter wel. Hij is de vader van Toon, weet ik, want die zit in de parallelklas en op dezelfde voetbalclub als mijn kleinzoon. Ik bel nu 112, besluit mijn dochter.
Ik probeer de regie te houden en vraag: heb je daar een telefoonnummer van? Wat ik op hetzelfde moment nog wel weet, is dat ik nooit naar het musical Soldaat van Oranje ben gegaan, waarin Tijn Dokter maandenlang de hoofdrol speelde, maar dan wel zijn mobieltje gebruikte. Komt goed, alles komt goed, bezweert mijn beschermengel en gedecideerd beschrijft zij de ambulance dienst waar wij ons bevinden. Binnen 1 minuut hoor ik de sirene naderbij zwellen. Mobieltje Soldaat van Oranje, red leven opa, zie ik in mijn grootsheidswaan de telegraafkop al voor. Vreemd genoeg klinkt de huilende sirene mij als muziek in de oren, want het blijft natuurlijk een geweldige ervaring om zelf nu eens mee te maken hoe dat voelt na jarenlang als medeweggebruiker opzichtig te hebben geremd, overdreven hulpvaardig naar rechts te zijn uitgeweken en in de jaren 50 van de vorige eeuw bij het langsrijden van een sirenende politiewagen of de statige nadering van L. Schots, korthals 15, zelfs de pet te hebben afgenomen om eerbiedig op mijn hart te drukken. Routineus ondersteund door de beide hulpverleners struikel ik de ambulance binnen, waar ik door ene Jeroen op een veldbed word gevleid, waarna hij mij met flitsende gebaren aansluit op de monitor die het kloppen van mijn hart in beeld zal brengen. In Amerika draaien ze daar ter kalmering het nummer Stayin' Alive bij van de Bee Gees. Ja, echt waar. Vanwege de gewenste 103 beats per minuut. Herinner ik me wel eens ergens te hebben gelezen, maar waar meneer Wolff. Maakt u zich geen zorgen hoor, zuster Jeroen. Straks wordt u waarschijnlijk even gedotterd en dan bent u morgenmiddag weer thuis. Maar wanneer hij een halve minuut later het hartfilmpje ziet, roept hij met een heel andere stem: ai, 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 ai. U heeft op dit moment een infarct. Gassen, Hans, gassen. Mijn dochter mag naast Hans voorin en met een dubbel zo hard loeiend alarm zetten wij koers naar het medisch centrum van de Vrije Universiteit aan de Amsterdamse Poelenlaan. Wat rijden we lekker hard. Ik zou natuurlijk niets dan doodsangst moeten voelen, maar ik zie nu nog duidelijker vormen hoe ik gehoorzaam zelf altijd een half minuutje op de plaats maak. Pas wanneer zo'n ambulance voorbij giert en kletterend fietsende meisjes in skinnies en met wapperende blonde haren even hun giraffenbenen stilhouden en hulpvaardig voor mij uitwijken, terwijl hondenbezitters hun dier angstvallig aan de riem naar zich toe trekken. En misschien dat mijn kalmpjes boodschappende vrouw nu terugkeert op de 2 stappen die zij zo even op de zebra heeft gezet om onwetend maar respectvol haar eigen man te laten passeren. Of ze is nog thuis en staat nu 2 hoofd voor het raam, biddend dat die razend voorbij racende ambulance geen groepje leerlingen van het naastliggende Amsterdams Lyceum zal scheppen. Als ik niet lag vastgesjord, was ik in de bochten al een paar keer van mijn brancard geslingerd, maar nu sterft de sirene langzaam weg en houden we halt en vliegen de achterdeuren kletterend open en word ik op zo'n enorm rollend theemeubel geschoven, wat ik ook al 10 malen heb zien gebeuren. En dat zijn toch de ware pieken in het mensenleven, jezelf onverhoeds terugvinden als hoofdrolspeler in scènes die je van de televisie of een witte doek kent, want kijk. Hier snellen wij de gangen met hun automatisch openzwiepende deuren al door. En wel in het marathontempo van een kopgroep Kenianen zie ik aan het overvliegende systeemplafond. Knoop in mijn zakdoek. Tijn Dokter bedanken voor zijn mobieltje. Op de eerste afdeling, eerste hulp van de hartafdeling, zegt de anesthesist op alvast verdovende toon dat hij nu iets gaat doen waar ik niets van zal merken. Recht boven mijn hoofd hangt een hel lichtend hemellichaam. Ik ben een mummelende mummie en kan mij niet bewegen. Hebben ze mijn kleren uitgedaan? Had ik wel een schone onderbroek aan? Waarschijnlijk in de haast nog een keertje die van gisteren. Ah, dat is natuurlijk de operatielamp. Bestaat uit 3 cirkels die elkaar ten dele overlappen. Zoals bij de Olympische ringen. 4 en 5. 4 gouden medailles won Fanny Blankenskoen in 1948 in Londen. De vliegende huisvrouw werd bij terugkeer in Amsterdam gehuldigd en kreeg van de burgemeester een gloednieuwe gazelle damesfietspelo. Hoefden ze nooit meer zo hard te lopen. Ik kijk nog eens goed, wat zijn ze toch knap tegenwoordig. Hoe hebben ze dit nou toch weer voor elkaar gekregen? De eerste ring omlijst het lachende gezicht van mijn vrouw. In de lichtcirkel linksonder kijken mijn dochter Jacob en hun beide kinderen mij geruststellend aan. En de lamp daarnaast bevat mijn zoon en mijn schoondochter die er ook al zo vrolijk uitzien. Ik tuit mijn lippen en knik ze 1 voor 1 intens tevreden toe. En dan daagt het schokkende besef
dat het wat mij betreft helemaal niet verdrietig, rampzalig of onrechtvaardig zou zijn wanneer ik hier voorgoed afscheid van ze licht te nemen. Verbijsterd door de gedachte dat dit wel eens mijn sterfdag kan blijken, raak ik hier niet in het minst onrustig van. Integendeel, ik ga er eens goed voor liggen en tel mijn zegeningen. Al mijn dierbaarsten zijn gezond en gelukkig, hebben prachtig werk, kennen geen armoede, hoeft tussen ons niets meer te worden uitgepraat, afgerekend of opgelost. Houden zielsveel van elkaar, elk tot in zijn eigen eeuwigheid. Ik laat graag een traantje, maar zelfs daar is nu geen sprake van. Ik gons bij kans van voldoening. Het is volbracht. Mijn taak zit erop. Zo is het goed, want beter kan het nooit meer worden. Mijn geliefden in de lampen gaan zich mij herinneren als een gezellige echtgenoot, vader, schoonvader, opa en neurot met telefoonangst, die regelmatig in het wilde weg, ik ben er niet hoor, roept wanneer de eierwekker afloopt, maar volop bloemen, boeken, analoge speelgoederen, zakken open haard houdt en wijnen mee naar huis bracht en zelfs met zijn Nokia mobieltje uit 1992, als hij dit tenminste niet kwijt was, deel had aan de sociale media, maar hij nog vrolijk en samenhangend kon praten en een balletje met zijn kleinzoon trappen en goochelkunstjes voor zijn kleindochter doen, ook al raakte hij daarbij regelmatig de draad kwijt en protesteerde zij dan op hoge toon wanneer ze de verdwenen speelkaart duidelijk in de mouw van zijn rituele bruine jasje zag steken. Maar dat gaf niemand, hij lulde zich overal uit en dan hoorde dit zogenaamd bij de truc. En in deze rondom in brand staande wereld had ik mij tenminste nooit bezonderd aan de armzalige, poëtisch bedoelde verzuchting dat ik het leven vier. En evenmin heb ik hen vermoeid met de klimaatneutrale footprint die ik bezig was na te laten. Ik ga dit bovenzinnelijke gebeuren ook niet benoemen als een bijna doodervaring, want dan zou ik mezelf ondergeschikt verklaren aan die mystieke belevenis. Terwijl ik mijn laatste minuten nu juist zo prachtig eigenmachtig regisseer. Nog niet eerder in mijn bestaan had ik mijzelf zo moeiteloos en volledig in de hand. Een schitterend ongezond leven achter de rug en toch nog mooi 5 jaar ouder geworden dan mijn vader. God, wat ben ik tevreden en eindelijk wijs. Het gekke is dat ik half om half hoop hier en nu vredig in te slapen. Dat blijft het enige griezelige aan de situatie. Maar zo makkelijk kom ik er niet vanaf. Emmy en Kokkie. Ik zal een beetje doorheen springen. Dat verhaal, dat heet Weesboeken te Vondeling. Heden ten dagen komt de Limburgse familienaam Gisterwereld, Alderwereld, Wiesterwereld, Gisterwereld, vooral in Venlo en in de Peel veel minder voor dan in de jaren 50 van de vorige eeuw. Maar omdat hij toen al voorvoelde dat hij zich als meneer Gisterwereld allerhande spottende toespelingen op zijn behoudzucht zou moeten laten welvallen, heeft hij op een decemberavond in 1988 het scrabblebord uit het ouderlijk dressoir gehaald en, na een uurtje te hebben rondgeschoven met de 12 letters van Gisterwereld, besloten om in het vervolg als Geert Wilders door het leven te gaan. Ik voel tot op grote hoogte mee met de eenzame maker van dat wanhopige anagram. Er bestaat nu eenmaal geen enkele manier om die wereld van gisteren in haar oud-Hollandse eenvoud en gezelligheid te herstellen. We mogen hooguit hopen dat we door een bundeling van zachte krachten het tempo waarin de maatschappelijke verhoudingen verharden een beetje kunnen afremmen. Weer helemaal als vroeger zal het echter nooit meer worden. En rechtsomkeertmars is dan ook het meest kortzichtige en hopeloze bevel dat Gisterwereld ons kan geven. Op het dressoir van mijn ouders prijkten 3 in linnen gebonden, door de Noor Truffe Emmanuel Gulbrandsen geschreven en door de Nederlander Anton Pieck geïllustreerde boeken, die tezamen de geschiedenis van het geslacht Björndaal vormden, ver voor Knausgaard. Björndaal.
De titels van de afzonderlijke delen deden mij huiveren. Kent u nog titels van die trilogie? Het angstaanjagende en eeuwig zingende bossen. Het levensgevaarlijke winden. Juist. En het uitzichtloze de weg tot elkander. Oh, wat goed. De Nederlandse uitgever was de Zuid-Hollandse uitgeversmaatschappij van Ad M.C. Stok. Die als slagzin voerde, een boek uit de cultuurserie is een geschenk voor het leven. Dit werd pijnlijk bewaarheid, want hoewel mijn beide ouders al lang zijn overleden, heb ik die trilogie nog altijd in mijn bezit en vaststaat dat ik er pas na mijn dood afstand van zal kunnen doen. Terwijl ook zeker is dat ik en eeuwig zingende bossen, winden waaien om de rotsen en de weg tot elkander ongelezen zal laten. De rest van de ouderlijke bibliotheek zal ik u besparen, hoewel ik alle circa 300 boeken nog in huis heb. En dat is het grote probleem. Gaat weer hartstikke goed met het boek. Maar ik weet ook niet waar ik ze moet laten. Ik kan ze niet meer. En je gooit een boek niet weg. En de plekken waar je ze op straat in kunt zetten, zodat iemand anders ze eruit kan pakken, die zijn ook nog niet zo dik gezaaid. En het leger des heils, daar had je vroeger van die containers voor, kon je ze indoen. Het is hartstikke moeilijk. Antiquaar, neem ze niet. Je neemt je winkelwagentje en je doet er 80 boeken in. En pakt er 2 uit en zegt, nou, dan kan ik je 1 euro vergeven. En dan ga je met die rest weer naar huis, weet je wel. Dus ik wist niet wat ik daarmee moest doen. Maar in die Vreeswijkstraat woonde tegenover ons, Kokkie en Emmy, dat was op jullie kant was dat, van Nieuwenhoven. Meneer van Nieuwenhoven, ja. Zie je, ik verzin niks. Ik kan ook niks verzinnen. Kompot. Ik kan het niet verzinnen. Meneer van Nieuwenhoven, en dat was een man die was bij de Haagse Zedenpolitie. En die had zo'n hele hoge, enge fiets met van die dubbele stangen. Weet je wel, die reed daar langzaam. En omdat hij bij de politie zat, als wij dan voetballen, van die kleine bruine rubberen balletjes. En dan pakt hij 3 keer een bal van ons afgepakt. 3 keer. En die zet hij dan, stopt hij met die fiets en die bal zo op zijn knie. En dan klapte hij die mes open en dan sneed hij hem stuk. En dan ging hij naar binnen. Ja, vreselijke man. Ja, en mijn vriendje Robbie Vonk, die woonde in het laatste deel van de Vreeswijkstraat. En ik hebben toen besloten om hem eens te pakken te nemen, wat terug te doen. Dus op een regenachtige woensdagmiddag hebben we een briefje gemaakt dat we bij hem in de bus deden. En we hadden enveloppen van mijn moeder uit de middelste laan van het dressoir gehaald. En om geen argwaan te wekken dat iemand ons zou zien, gooiden we lege enveloppen in alle belendende bussen. Ook waarschijnlijk bij jullie, eentje waar niks in zat. En bij Van Nieuwenhoven dus een envelop met een briefje. En over die tekst hadden we samen heel lang gedaan. En daar stond in, was de tekst? Mijnheer van Nieuwenhoven, u heeft heus een mooie vrouw, maar haar gleuf is mij te nauw. En dat hadden we voor de zekerheid ondertekend met iemand anders. En daarna zijn we 3 hoog bij mij, achter het gordijn gaan staan. Het was net na Sinterklaas. We allebei hadden zo'n chocoladesigaret in onze mondhoek. Om te kijken. En hij kwam een paar dagen later naar buiten. Stond elke middag te kijken. En zijn fiets van het slot halen. En zenuwachtig rondkijken. Wie had er potverdomme als zijn vrouw gezeten? En zo, daar dacht ik aan terug. En zo kwam ik op het idee. En ik zal u vertellen hoe ik dus mijn boekenvoorraad op peil hou. Als ik 's avonds naar de brievenbus ga, neem ik 10 boeken mee. Daarbij maak ik een omweg die elke avond langer wordt. Ik had een paar straten verderop moeten starten en gaandeweg steeds dichterbij mijn eigen huis moeten komen. Nu ben ik steeds langer onderweg, pauze. Ik bezoek ieder adres maar 1 keer. 1 boek kan iedereen er toch zeker wel bij hebben. Ik wil niet weten wie er woont als ik dit ergens in de bus gooi. Ik kijk zelfs nooit naar binnen wie er zit als de gordijnen open zijn. Ik voel me niet schuldig. Wat zou ik zelf doen als ik een boek in mijn bus vond zonder begeleidend schrijven op de man, 's ochtends? Titel mezelf betrekken en een vage afzender voor ogen toveren, misschien geheim, zinnig, spanning. Maar geërgerd zou ik niet zijn.
Ik zag het boek fronsend openslaan en een willekeurige alinea lezen, dat zeker. Als het mij niks leek, gooide ik het weg. Maar met je eigen boeken doe je dat niet. Maar dit was toch zeker mijn boek niet? Nou dan, allebei tevreden. Zeker wanneer iemand aan een onbekend, door mij gedumpt boek begint, het niet meer weg kan leggen en dit in één ruk uitleest, waarna hij of zij een beter mens is of in elk geval nooit meer dezelfde zal zijn. Deze mogelijkheid is levensgroot aanwezig, want er zitten werkelijk schitterende boeken bij mijn afvallende selectie. Topliteratuur die ik dubbel heb, presentexemplaren, boeken waar ik zelf verrukt van was, maar die ik niet nog een keer zal lezen, en Nederlandse vertalingen die ik al heb gelezen, zodat ik de roman nu alleen nog maar in de oorspronkelijke taal hoef te bezitten. En die koop ik dan natuurlijk weer. Om mijn boektoppings nationaal te spreiden, neem ik sinds 1 maart 2014 een tas met oude boeken mee als ik ergens in het land mag komen voorlezen uit eigen werk. Dan maak ik tegen 5 of tegen 11 s'avonds nog een rondje door de straten in de buurt van de boekhandel of het theater. Maar je mag de mensen niet opschepen met artikelen waar ze niets aan hebben, omdat er vrijwel geen gebruiksmogelijkheden meer voor zijn. Met andere woorden, je gaat geen software dumpen waarvoor de hardware amper nog bestaat. Ik heb het nu over mijn 2500 videobanden die door de DVD overbodig zijn geworden. Ik geef toe dat ik dit wel een paar keer geprobeerd heb, maar bij 9 van de 10 moderne brievenbussen kan een VHS-cassette er eenvoudig niet doorheen. De gleuf is te nauw. Ja.